De Wilde Persfoto tentoonstelling is de tentoonstelling waar we de beste persfotografie van afgelopen jaar zien. In totaal zijn er 143 foto's te zien van 45 verschillende fotografen uit heel de wereld. Verdeeld in 8 categorieën. Het is een reizende tentoonstelling die op verschillende plekken in de wereld te zien is. In deze periode ook in het Afrika Museum. Ik heb een aantal favoriete foto's, maar ik denk wel degene die ik echt het mooiste vind is een foto uit Cuba. Het is een foto van een interieur en hij is genomen tijdens de uitvaart van Fidel Castro. En als je de foto ziet, dan lijkt het eigenlijk een hele oude foto. Je ziet een soort zwart-wit beeld, maar als je dan goed kijkt, zie je een PlayStation. En je ziet zelfs Olaf uit Frozen zie je er ook nog in terug. Dat vind ik wel gewoon heel erg leuk.